Wij geloven in de vrede, schoon de oorlog fakkelvoet, schoon verbitterd wordt gestreden met verbeten heldenmoed. Wij geloven in de vrijheid, schoon ons Holland wordt geknecht, aan uiteindelijke blijheid en een zegevierend recht. Wij geloven nog in eenden, dat er eergevoel bestaat. Schoon ons Holland werd verspreden door lafhartig landverraad. Wij geloven, ja wij allen, Holland kan niet ondergaan. Omdat er nog duizendtallen echte Hollanders bestaan. Juist, echte Nederlanders. En toch? Oh, ik weet wat je zeggen wilt, vader. Ik weet waarop je dit speelt. Ja, is het niet treurig? Je zal het niet geloven. Maar weet je dat ik Hanny van onze overboer. Je weet wel, dat knappe meisje dat ik je laatst aanneem. Dat ik een gisteravond zat lopen, arm in arm. Met, ja, ik walg ervan als ik eraan denk. Arm in arm met zo'n moffe luitenant. Oh, ik weet het wel. Die heren beschikken over klerenbonnen. En weet ik wat al meer. En ze lopen met een hoop centen op zak. Die ze van ons gestolen hebben. En dan kunnen ze met die meisjes, met die sletten, dan kunnen ze gaan dineren. Ze gaan dansen. Maar je moet geen karakter hebben. En je bent nog lager gezonken dan de laagste straatmeid om je in te laten met de moordenaars van je broers, van je vrienden en van zoveel onschuldige vrouwen en kinderen. Bak. Wanneer die meiden beseffen wat ze doen. Nou, als je dan moet begrijpen wat er te wachten staat, wanneer ons landje eenmaal verlost zal zijn van die verraderlijke indringers, hoe ze dan veracht en vervloekt door alle echte Nederlanders alleen zullen staan. Voor altijd. En als het nu al, zoals bij zoveel is gebeurd, hun hoofden zijn kaal geknipt, aan hun gerechtelijk straf ontkomen ze niet. Daaraan ontkomen ze zeker niet. Want, en daar kunnen ze zeker van zijn, hun namen zijn genoteerd. Hoe is het mogelijk dat er zulke kinderen bestaan? Liever Edith Kroos dan dat ik... Stil, Anneke. Spreek het niet uit. Deze verachtelijke meiden zijn geen haar beter dan dat stelletje landverrader van het tijdpad van de land. Toch, laten we ons nu dat niet bederven door nog langer over dat paraai op zo'n plek. Jij hebt gelijk, Piet. Anneke, heb je niet een vrolijke plaat bij de hand om ons tochtje met een gezellige mop te besluiten? Ja, vader. En een toepasselijke ook. Laat horen dan. Is de grammofoon opgedraaid? Zeg, wat is het? Hoe heet het? Het is het lied van het Knechtbataljon. Op de bekende wijs van de Erwtensoep. Eerst werd er een reclameprent geplakt in alle wijken. Neem dienst in het heldenregiment, der uitgezelde lijken. Wie dienst neemt tegen het Sovjet rood is voor altijd uit de nood. Wie heeft dat snertootje naar Rusland laten gaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die komt er toch niet heel vandaan. Wie heeft dat snertootje naar Rusland laten gaan? Maar dat gespuit van zo'n tijd, die knepen hem en dachten, die oude tijdvaart is niet wijs om ons te laten slachten. We roepen wel, die geit als een van de vechten in staat mee. Wie heeft het recht van je naar Rusland laten gaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die komt er toch niet heel vandaan. Wie heeft het recht van je naar Rusland laten gaan? En zij pas op, hoe gaf geen zier van nuttig satellieten. Die vonden het veel zeker hier op weerlozen te schieten. De generaal was veel te oud en Rusland was te koud. Wie heeft het vertelje naar Rusland laten gaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die komt er toch niet heel vandaan. Wie heeft dat vertelje naar Rusland toe gedaan? En toen werd er ten einde raad een ander lied gezongen.
Degeen die niet vrijwillig gaat, die wordt daartoe gedwongen. Maar Muffet zelf werd geen soldaat. Die was onder de maat. Wie heeft dat tertelje naar Rusland laten gaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die komt er toch niet heel vandaan. Wie heeft dat tertelje naar Rusland laten gaan? Zo ging die fotogalerij uit het politieblaadje. De gruwelkamer leek daarbij een meisjespensionaatje. Van hier naar Rusland naar het front en zo onder de grond. Wie heeft dat werteltje naar Rusland laten gaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie komt er toch niet heel vandaan. Wie heeft dat merteltje naar Rusland laten gaan? Eén ding deed zij vaak sympathiek. Hij liet en bij dozijnen die NSB'ers moffers liet van de aardbodem verdwijnen. Hij kreeg een standbeeld, kolossaal, de verrader-generaal. Van wie heeft dat merteltje naar Rusland laten gaan? Wie heeft dat gedaan? Die zijn van heel verheugd en de zee naar de maan. Wie heeft het waterland die reuze ziet?